Oh, wat hebben wij een heerlijke nacht gehad qua temperatuur. Oh, zo lekker. We hebben dus... Oké, hebben we die airco hier staan? Dit is trouwens ons dingetje. Het is nu 9:30, maar na haar... als ze wakker wordt, 's ochtends vroeg. Dus laten we zeggen, vandaag was het 6 uur, geloof ik. Na haar voeding leggen we altijd een matrasje tussen ons in. En dan gaan we hier nog even koelen. Is zo gezellig. Oh, ze was helemaal naar me toe gescoot. Oh, dat is zo cute. Anyway, we hebben dus gisteren airco neergezet. Het was in deze kamer 31 graden. En je moet altijd met airco's en baby's een beetje oppassen. Je wil niet de volle tocht op haar en zo. Dus we hebben een hele constructie bedacht hoe dat dan ging. En eerst hebben we dan een bedje aan Gregor's kant gezet. Uiteindelijk is dit de beste situatie geworden. Airco daar, hij blaast zo. Die kant op, die kant op, die kant op, die kant op. Hier is het beduidend koeler. Dan draait het als het ware hierheen. En dan wordt het hier steeds ietsje minder koel, minder koel. En dan hier aan mijn kant. Dat is dus hier. Is het warmst. Het is nog steeds lekker, maar het is 2 graden warmer dan zeg maar aan de andere kant. Dus daar hebben we alsnog weer toch maar een beetje hier gezet. En ja, weet je, als ik hier haar voet of als zij hier is, dan gaat dat top. En dat is voor haar ook niet. Het is sowieso niet koud. Het is 24 graden nu met die airco. Dat is nog steeds best wel warm. Dus ja. Wie? Ga ik hier nou liggen? Ik doe nu. Ze heeft nu luier aan en dan baken ik erin in dit ding. En de dagen hiervoor baken ik erin. En dan 5 minuten later deed ik dat ding uit. En lag ze gewoon met alleen haar luier. Want ja, het is gewoon te warm. Weet je wel. Maar nu kon ze gewoon wel zo slapen. Het is gewoon een soort katoenen. Hetzelfde gevoel als een rompertje eigenlijk. Ik had ook dat doek wat ik gisteren probeerde, dat was te warm. Dat was ook katoen, maar daar zitten zoveel laagjes in. Dat is gewoon veel te warm. Zij is trouwens veel te slim voor inbaken. Zoals je ziet, komt er dan een arm uit. En dit is ook weer, je komt dan een knie uit. Ja, moppie. Mocht je afvragen wat dit is, inbaken, het is dus dat je ze inwikkelt. Ik vond het er heel cute uitzien, maar het heeft ook echt een functie. Want tot ongeveer, ze zeggen een jaar, ik weet niet of het echt een jaar is, zwiepen ze hun handen en benen alle kanten op. En dan weten ze niet zo goed waarom, maar dan zwiepen ze zichzelf ook wakker en zo. Dus dan kunnen ze heel onrustig worden en zichzelf wakker houden. Ga je lekker. En als je ze dus inwikkelt, en dan kom je met een doek, of dit is dan zo eentje met een klittenband, dan worden ze rustiger en dan voelt het alsof ze weer in een baarmoeder zitten. Ik ben er wel fan van. Niet alle baby's vinden dit lekker, maar gelukkig vindt deze het dus wel heerlijk. Dus dat is fijn. Het geeft een beetje een gevoel van geborgenheid. En je doet het ook niet te lang, volgens mij tot 3 maanden of zo. In ieder geval op het moment dat je het punt bereikt dat ze bijvoorbeeld kunnen omrollen en zo, dan niet meer. Ja. En dat werkt voor nu. Dus en normaal doe je dat over een outfit heen, maar het is echt veel te warm. Dus de romper en inbaken, klaar. Dit is wat ik nu zie. Dit is toch te cute. Oh ja, smile. We wachten nog steeds op haar eerste echte schaterlach. Want die zou er nu aan moeten komen. Als het goed is, is vandaag de laatste dag van haar sprongetje. En ze zeggen dat ze dan in één keer heel hard kunnen lachen. Ja, ik weet het niet. Ze smilt wel heel vaak. Ze lacht wel, maar ik wil gewoon... Ik ben benieuwd hoe de echte lach is. Die nou liggen. Oh. Outfit of the day. Dit shirtje. Die vinden we zo leuk. Dit is voor het eerst dat ik aan heb gekleed met iets over de hoofd. Heb je er ook een hoofd? Ja, t-shirt. Deze is ook ietsje te groot eigenlijk. Ze past al 56 trouwens. Niet echt meer bijna. Wat insane is. Zo, dan heeft ze een pofhoekje onderaan. Ja. Country muziekstijl. Vindt ze leuk. Ik ga haar dingetjes afwassen en desinfecteren. Hoe heet het? Steriliseren. Jeetje, ik ben de hele dag bezig met bakjes, bekertjes, flesjes, online borstvoeding, want ik ben ook aan het kolven en ik ben ook aan het opslaan. Oh my god, ik ben 24/7 bezig. Ons kleine fotomateriaal. Ons kleine fotomateriaal. Hey Mila. Hey Mila. Mila Poppy. Hè? Hier?
Shen is net langs geweest. We hebben ook cadeautjes gekregen. Zo handig. Hier hydrofiele doeken. Nog meer. Dit. Om mee te douchen met haar. Doekjes. Nee. Lekkere beauty dingetjes. Boekjes. Zo leuk. Oh jongens. We hebben van Dylan en Ahmed zo'n leuk cadeau gekregen. Deze Nike's. Leuk. En daar staat Mila Poppy op. Ja. Kijk. Hebben ze laten customizen. Ja. Heel cute. Super vet. Ja, dit is heel leuk. Cute. Moet ik hier lekker wandelen. Leuk. Oh, is echt heel nice. Lekker buiten chillen. She loves voor hydrofiele doeken. Dat is echt een ding. Even in het handje. Een beetje om daarheen. Op je eten. Oh, zo cute. Kijk, als je dus een baby op je hebt liggen, word je heel creatief met drinken. Anders lukt het allemaal niet. Er is een rietje in een flesje. Ja. En naast je neerleggen op de bank. Dus je kan ook niet bij de tafel. Zo doe je dat? Zo neerleggen. Wij zijn lekker aan het kokerellen met z'n twee. Deze ligt te slapen. Zijn er mensen die hun kind bewust wakker maken overdag, zodat ze in de avond langer doorslaapt? Let me know, want ze is er zo lang aan het slapen dat ik echt mijn hart vasthoud voor vannacht. Ondertussen is het keihard aan het regenen hier. Echt keihard. Wow. Oké, wij gaan haar lekker in bad doen. Ik wil even iets grappigs vertellen over dat van de badkamer. Als zij in bad gaat, dan, en er komt een beetje water. Dit, dat ze dit doet. Oh. Het is zo lief. Okay. Als je dan dus zeg maar een bekertje pakt en met een beetje, ook met douchen was het ook. Deze deed dit. We hebben zo'n bekertje en dat voelt als douche. Een douche, de gaatjes in. Ja, zo. Ja, en dan komen er een paar druppels op de tong, zie je echt. Dus ik was aan het douchen en hij komt binnen met die kleine in de badkamer. Gewoon in de badkamer, niet onder de douche. En ze begint gewoon in de badkamer dit te doen. Ja. Zo cute, omdat ze natuurlijk de douchegeluidjes herkent of zo. Oh, zo cute. Oh, zo van die kleine dingen. Oké, wij gaan in bad doen en dan naar bed. Dus wel trusten. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Bye.